Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update in deze speciale bekerfinale week. Elke dag zullen we er zijn met een NEC-update. En we sluiten ook elke dag even af met een NEC. Zover is het nog niet. Straks een terugblik op een finale van wel eer, want NEC heeft er al 4 gespeeld. Elke dag gaat Nick Rokers even in het verleden duiken. Maar eerst even naar Jasper Cillessen. Hij kwam terug natuurlijk naar NEC. Ja, zijn droom was met NEC Europees voetbal spelen. Nou, de bekerfinale is de kortste weg, zeggen ze altijd. Hoe moet dat voor hem zijn om dan zo'n wedstrijd te spelen? Ja, dit is wel een leuke week. Laten we hopen dat het een fantastische week wordt. Maar het begint goed. Hoe is het zo'n week zo voor de bekerfinale? Hoe beleef jij dit? Je kent natuurlijk dit soort weken wel voor belangrijke wedstrijden. Ja, goed. Kijk, nu is het gewoon nog normaal. En gewoon lekker trainen en dan met goed gevoel naar de Kuip. Met een goed gevoel naar de Kuip. Ja, heb je die ook wel overgehouden aan de laatste wedstrijden? Nou, niet zoals we daarvoor. Maar ja, uiteindelijk zonder dat je van het weekend niet winnend afsluit. Maar ja, goed, dat is nu eenmaal zo. En nu volle focus op de bekerfinale. Wat kun jij anderen meegeven in zo'n week? Want ja, wat ik zei, je kent belangrijke wedstrijden, je hebt op EK's, WK's gegaan. Voor sommige jongens is dit best spannend, denk ik. Ja, vooral genieten is het belangrijkste. Het is niet dat je jaarlijks een bekerfinale speelt. Dus vooral genieten van deze mooie momenten. En hopen dat het een geweldige avond wordt. Is deze bekerfinale dan ook wel iets speciaals, omdat het dan ook met jouw NEC is? Ja, kijk, mijn eerste bekerfinale in Nederland die ik waarschijnlijk vanaf de aftrap ga starten. Dus ja, dat is wel lekker. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je nooit had verwacht dat je, toen je terugkwam, dat je in zo'n wedstrijd zou komen. Nee, mijn doel was om Europees voetbal te spelen. Zoals het zo is de kortste weg, hè? Precies, het is de kortste weg. Dus laten we hopen dat het na zondag behaald wordt. Ja, goed, en dan is het nu tijd om eens even in het verleden te duiken. Nick Rokers gaat in gesprek met Jantje Peters. Aanstaande zondag speelt NEC in de Rotterdamse Kuip de bekerfinale tegen Feyenoord. We kijken vooruit naar die finale door terug te blikken in het verleden. We gaan vandaag 51 jaar terug in de tijd. Terug naar 1973, het jaar van de bekerfinale NAC-NEC. De eerste in de geschiedenis van NEC. Dat doen we samen met oud-international en speler van NEC, Jan Peters. Samen met hem kijken we terug op die bijzondere finale. Jan, 1973. Hoe oud was jij toen? Ik was toen 18 jaar. Dan al een bekerfinale spelen? Ja, dat was een behoorlijke happening. En ik wist eigenlijk niet wat je zou overkomen. En nek-nak, dat had niemand kunnen dromen. Ja, je mag het één keer zo zeggen, nek-nak. Oh ja, maar NEC, ja. Moet je als geen ander weten, Jan. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was op zich fantastisch, alleen de afloop was minder. Ja, 2-0 verloren, maar dat was niet de verwachting, want NEC was veel beter. Tenminste, dat werd vooraf gezegd. Nee, we hadden NEC 2 keer verslagen in de competitie, 3-1. En we waren duidelijk de favoriet. En dan zie je toch dat een bekerfinale een wedstrijd op zich is. En die wedstrijd hebben we zeer ongelukkig verloren met 2-0. Maar ja, desalniettemin ga je met lege handen naar huis toe. Ja, staat het je nog goed bij die finale? Kan je het echt nog zo voor je halen? Ja, zeker. Ik bedoel, we hadden een hele jonge ploeg. Ook wat spelers uit de regio. Frans Thijssen, Jan van Eentje. En ik zeg te gek. En dan hadden we nog een hele rare makker voorin staan, Cas Jansen. En we hadden toen een redelijk tot goed seizoen gedraaid. En ik denk dat alleen onze trainer toen de fout heeft gemaakt om ons voor die finale te veel op te hemelen. Ja. Door te zeggen dat wij op elke positie veel beter waren als NAC. En misschien is dat voor hun net precies dat nodig geweest om een tandje bij te zetten. Ja. Je gaat dan naar de Kuip in Rotterdam, net zoals dat zondag gaat gebeuren. Wat weet je van die finale qua sfeer? Hoe was dat op de tribunes? Ja, dat was geweldig als je ziet hoe enthousiast de mensen zijn en hoeveel bussen daar naartoe reden. Ja. En nogmaals, het affiche was natuurlijk niet van je welste Feyenoord. NEC is een beter affiche als NEC tegen NAC. Ja. Maar ja, daarna zag je ook, toen je terugkwam, de grote teleurstelling. Omdat bijna iedereen ervan uitging dat je die wedstrijd zou winnen. Ja, wat op de KNVB zelf noemde het een van de meest sfeervolle finales ooit. Hoe ziet dat eruit, de meest sfeervolle finale ooit? Ja, omdat iedereen dol enthousiast was. NEC-supporters waren blij dat je dat bereikt had voor de eerste keer in de historie. En NEC ook, weet je wel. En dat zijn toch verenigingen die niet zo vaak in die finale staan. Nee. En kijk, misschien, en je ziet het nu ook, het is al de 5e keer voor NEC en toch is heel Nijmegen hoog op de bodem. Was deze finale, was NEC misschien het meest dichtbij een beker bij deze finale? Want daarna zijn er nog 3 gekomen, ook verloren.
Je bedoelt NEC-NEC? Ja, nou ja, was deze finale in 1973 was de kans? Ja, absoluut. Ja? Wij waren gewoon de betere ploeg. En ja, die keeper van hun, die had echt een dag dat hij bij wijze van spreken met iedere pink of haar hield die bal tegen. Je had ook een lot kunnen kopen met de loterij dat hij mocht juist, maar wij kregen hem er gewoon niet in. En hun komen gelukkig op 1-0 en dan ga je risico's nemen en dan wordt het 2-0. En dan ben je eigenlijk verloren. Ja. Nu 51 jaar na dato, de finale Feyenoord-NEC. Ja, wat zijn de kansen? Ja, als je heel eerlijk bent, is Feyenoord natuurlijk favoriet. Die spelen thuis, staan op de tweede plaats. Maar ik heb dat al vaker aangehaald. Het is een wedstrijd op zich. Ja. En ik acht NEC absoluut niet kansloos. Ga jij naar de finale? Absoluut. Met jou denk ik 17.500. Wat verwacht je van de sfeer? Ja, die is geweldig. Ik bedoel, alleen, ik zeg nogmaals, als je een finale verliest, dat is altijd diep treurig. Ja, dat, laten we daar nog maar niet over nadenken. Nee, maar dat geldt voor beide zijden. Dat is Tuurlijk. Niet alleen voor ons of Feyenoord supporters. Dan is dat gewoon diep treurig. Iedereen gaat ervan uit dat hun vereniging gaat winnen. Maar dan kan er maar eentje winnen. Ja, en dat is hopelijk NEC. Ja, dat hoop ik ook. Ik heb getipt dat Feyenoord gaat winnen, omdat ik meestal als ik een gok waag, dan zit ik er altijd naast. Ja, want als jij gokt, dan komt het nooit nee, uit. Nee, ik heb al heel vaak vroeger gegokt en dan dacht ik, nou, ik weet het beter als iedereen, dan gaat het altijd mis. Dus, het wordt? Ik denk dat Feyenoord gaat winnen. Nou, dan wordt het maandag een feest in Nijmegen. Dat hoop ik wel, ja. Ja, dat hoop ik wel, Jan, ja. Dankjewel. Nee, graag gedaan. Ja, mooi. Ja, toen wonnen we hem niet. Laten we hopen dat we hem nu zondag wel een keer gaan pakken. Morgen gaan we ook weer terugblikken. Gaat Nick weer met een ander oud-speler terugblikken op een bekerfinale. Dit was hem dan weer, de NEC-update voor vandaag. Nou ja, we moeten hem wel afsluiten. En dat kan natuurlijk alleen maar één iemand doen. Henny C. Wat verwacht werd is nu zeker, we winnen de beker, we winnen de beker. Wat verwacht werd wordt nu zeker, we winnen de beker. Kijk mee rijden naar de Kuip! Ik ga mee! Hey jongen, we zien elkaar. Wat verwacht werd is nu zeker, we winnen de beker. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik met jullie meevaren in Rotterdam? Wat moet nou een NEC hier in Rotterdam doen? Die lui denken die beker te pakken, maar dan kunnen ze wel shaken natuurlijk. Die gaat wel naar Nijmegen. We hebben nog wel een lijntje naar Rotterdam. Ja. Een lijntje, ja. Tot de volgende handshake.